Kom aan. Stichting Industrie voor Pekela en Culturele Ontwikkeling. Ja, kun je dat een prachtige, een mooie banner uit zo'n ding, weet ik. Ja, die moet weer de oorlogstoommachine weer gaan draaien. Oorlogstoommachine van Stork. Ik heb hier nog werk, hè? Is toen hier? Ja. Jongen, stap de pers met wie met werk. Ja, die volgens mij te vertellen. Ik heb van een magazine zei. Zo. Zakmeers moet geven, bootje touw, dat soort dingen. Koffiemutten. Ja. Vijf geweldige vakanties hier aan het doen. Dat is echt ongelooflijk. Dat is mooi. De vakantie werkt, dan kom je naar over met een wereld die je als scholier uit kent. Ja, dat is zo. Ja. Ik zal het straks onderweg zijn waarover vertellen. Ja, je leert zelf echt te leven. Hè? Ik bedoel, arbeiders, ik heb nog altijd duidelijk respect voor. En, ja, die mensen in het leven stonden. En dat was, wat motiveert ook wel. Pezeld worden, was, ik denk dat die paar moeder ook opnieuw bij de supervakantie. Ja, dan dacht je wel van, je bent er maar weer op school gewoon. Nou, dat doen ze eerst, ik denk het. Dat is inderdaad wel, ja. Als aan de bonen kwam, de sneeuw uit en op die eraf, ja, het was gewoon zwaar werk. Ja. En ja, toch voor de dag weer altijd hetzelfde werk. Ik moest natuurlijk wat van mop. Maar ja, ik als kloot dan kloot was, toen dacht ik van, toch maar uitgevoerd. Zo is het bij IB Duitsland ook? En ja, dan draait de Union draait in bijvoorbeeld nog, dat was vooral op deze hout een beetje oriënteerd, Vree en Co. En dat is natuurlijk die zuiden lucht, daar komen Pekel heen. En staat van Duik natuurlijk, was al wel wat minder worden. Maar kartonfabriek natuurlijk. Daar heb je ook verschillende soorten karton, hoor. Allerlei soorten. Koper en dat soort dingen meer. Ik denk die mensen ook weer voornemen als ons fabriek. Dat denk ik ook, ja. Ja, dat denk ik. Kist u hier nog niet? Nou, ik ben mijn schoolmaat, de meeste hier wat doen. Ja, die kan er wel naartoe toe hier. Die man weer achter u, hè? Die zou verdijven met Rusland. Ja, dat is wel werk wel gedaan. Volmaat van echte burgemeester, hè? Ja, is toch wel een gerestaureerd wordt in Oorstoorbracht, een soort industrieel monument wordt. Die klopt met Apple van Dijk, Andries Brands, Dirk Smeders, onze rugzakgast, die is Treinko Pelgrim. En de man komt nu slachter, hè? Ja. Zijn van Stijl Mokkerij. Mm-hmm. En CBC Moes, vermoordelijk huisarts, hij dacht dat nog een beetje op de rug gegeven. Ik weet veel van de ontstaan van die papierindustrie, dat Maarten Rustra. Ja. En Annie Rustra, die had het Oostlaar. De brug aan Noord, de grote brug, hè? Richting Pekel. Ja. Mooi overzicht over het water. Stevig. Pekel is het draai. Ja, ongelooflijk. Ik ben
en dan verrotten over nog op die overige mooi. Het gaat perfect op de duik. We gaan aan de kant door de rond, is dat? Ja, dat wordt. Ik boven aan te nemen. Oh. De straatting die je toen vrouw. We waren natuurlijk vrouw Tichelwagen van heel hoge laan trokken. Ja. Natuurlijk heel veel. Staanfabriek. De straatting staat in Winschoten natuurlijk, de plek waar de klinker ooit was. En die ja. hier op een gegeven moment een staanfabriek overgenomen. En ja, die staanfabriek ben hier mooi. Dus prachtig, ben gewoon in prachtig. En wel wat met wat voor onderdeling of je terugkomt. Ja, dat was niet mooi. Dat doet ze echt zwaar. Maar dat is wel mooi, je lijkt me net naar zijn heetje. Naar zijn, een analyse nu die 120 zou te zijn. Nog eerder, van de vuurde heil. En dan loopt net door het man, ja, er zult een hekje op, maar er valt niks gevolgen. Kijk, met schapen punt eraan, net boven de. Ja. Boven de weg. Dat is echt snurrig luid. Ja. Nou, als er in zo'n hek komt, dan komt er wel een overleefde naar denk ik. Nee. Nooit echt nodig. Met Ismi thuis, met volle bewondering naar kijk. Uitkijk als zomerbode, noem ik de gierzwaduw. Jan Segers, Oemenhout. Een koortje van Mariska, een oude duik in Den Andel. En die schiet erop dat een gierzwaduw is. Ja, zeker, Mariska, het beste goud. Oemenhout. Mark Sloot, die schiet beste Noordmannen. De opwachting van de vogel is deze week de gierzwaduw. Mark Sloot, Zuid-Zuurloon. Oemenhout. Janneke Joger in Rasket, die was de gooi-oplossing ook. En aan de vuurkant een foto van een koolmeesje. Maar de oplossing is, schreef ze ook, de gierzwaduw. De volgende zwaafke was voor dodelijk wel duidelijk. Maar in Google leerde ons dat het om de gierzwaluw ging. Geen idee aan de rotszwaluw. Ja, nee, gaat. Nee. Nou, het is een uitvoerig beeldje van Wetters Sudermar uit Hoorn. Die, ik had vorige keer verteld met die Wetters Leutje over natuurtrompet. En, in het geval dat Wetters Sudermar niet zijn door. Ook al studeren, maar dat is een lange studie te gewoon aan hele verhandeling over dat instrument. Ik heb hem verteld dat ik zelf te horen kreeg van Lubertus Leusje over zo'n instrument. En ik heb hem verteld dat het kloren bedraaid, maar dat wordt wel bij. Allemaal kloren. Gea en Marco, die sturen als elke week een koortje in. Als ik inval, dan is er altijd een koortje bij van Gea en Marco. Ook als toen inval ze. Dat hoor ik dan ook altijd. Ze schiet dan niet uit met wie voor zijn voortkomen. Dat mogen we zo langzaam aan de komen. Veendam, hè. Dus, maar het is weer een. Ik zeg een prachtig koortje met stro erop, met stro rietjes en ja, 3D, wat houdt 4D voor mij. Maar ik wil niks horen aan uw grotten. Dat moet dan een rotsvouding zijn, maar dat komt hier niet in voor. Dus, wij denken de oerzwouding. Jannie Vuller, dat is mijn goud. En dan het eerste mailtje, de rol van de week is daarvan meerdere soorten. En deze week gaat de vervolgenkoord naar Zuidloorn om Mark Sloot aan de Hogeweg nummer 7B. Van harte gefeliciteerd, Mark. Zo is het net. En straks daarna je alcohol. En ik heb druk aan neus. Ik vind het knap kool. Opgevolgen van deze week. Een stoere. De vogel bij de zuid is een weidevogel. Dit is te herkennen aan het oude Veerdenkluik. Lange zwaar gepunte koef op de kop. Oh. En die wordt opgezet dat hij opgewonden is. Hij eet insecten en regenworm, loopt en huisjes zwak. En zijn stoort en vleugels die zijn zwaar toys. Met bruide witte streep. Een lange, dunne snoer, deze witte nekje van. Ja, vrouwen wel. Vuur 1924. Ik heb nog regelmatig vuur, maar de noor eigenlijk helemaal niet meer. Als de vogel, deze vogel al zucht, dan ben dat echt trekvogels die aan deur trekken ben. Afgelopen jaar binnen maar alle twee voetvoeren meer constateerd. Nou, ik vind het wel stoer. Je had ook een stoer opgehoord van Jaap en toen kwam een juist. Net als dat onze amateur ornitholoog onder de luisteraars juist extra prikkeld om een kooitje op te sturen, maar ze vooral ook dan. Goeiedag. Hoi. Compliment. Goed. Nou, we kennen in die lopen zo, dus doen de oefenen lopen beurt. Ja, ik doe het elke dag. Ja. Elke dag? Ja. Goed. Mooi. Jongen. Dit is denk ik wel zicht. En die Ringbeek. Ja. Ringbeek? Ja. Af een kilometer met de mossen door. Nou, ik was van plan om just nou vanavond om 2 uur te gaan. Oh ja? Echt? Ja. Ja, mooi loopweer toch? Ja, het is hartstikke lekker, man. Ja, mooi slaagd.
Nou, het brontje misschien even een stukje zo richting Blijham. Het Winschoten linksaf. Ja. En dan zo voor Suzanne weer terug. Ja. Dus staat die oren gaat er dus om dat morgen? Nee, het doet de oren gaat er. Ik zit nog in de pastuur, ik heb nog geen gram te veulen. Nou, dus als die Ruudveld is van de hulpfabriek stil, zeg maar? Nou, echt wel. Wordt stro vermogen blijkt door de kolderstaan. Er is wel werk op doen. In de kookketel. Ja, er is wel werk aan dat, volgens mij. Waarom zag er u de vinger weer aan het lopen? Nou, tegen de lopen. Ik heb altijd in de stone business 70 jaar. In de stone business? Ja. Wat is dat? Nou, wat doe je net? Mega regels om meer oorsloeters in de verkoop. Dus oorsloeters verkopen, mega regels verkopen. Nou, als je economisch in de stad. En dit is een hele hoge prijs. Maar dat trekt het wel. Het is gewoon al activiteit. We hebben het zo van harte al over de volgende peek op. Bekend vuur. Had nodig. Wat ziet hem er precies op? Wanneer kwam die stokerton-industrie hier van de grond in de Eindhovens? Van de grond, ja, door zeer stukken. En dan mag we wel een stuk terug in de geschiedenis. Want we vergeet hij nou op historische culturele gronden in feite. Dan hebben we terug dat dit dorp allemaal een zo oud is. Ongeveer 500 jaar hè, van de ontginning. Mijn zus doet dat we in Pekela een paar gouden eeuwen hebben gehad, zeg ik altijd. Is met de turfwenning. Helaas hebben we door te weinig van kunnen profiteren. Met als gas tegenwoordig. Maar oké, daar willen we niet over hebben. Maar die turf hebben we nog meer even gedaan. Dat gas heb je ons verdeeld. Nou, dat is inderdaad zo. Dat is al wat geld. Dus dan richting Amsterdam, naar de Koopman. Liep gewoon en zo. Doorhamen om dat turf te grond en af te voeren. Ja, dat kreeg je allemaal wieken. Dat was vrouw gewoon bij 50 meter. Dat was toen zo'n. Nee, 100 meter. Dat was toen wieken.
En toen werd het met platboomschepen naar vuur gebracht, omstoppen in grote schepen. Het zeegaluurt, zeg maar, nergens aan zien. Ja. En ja, en de kist van de Ooghoorn werd dus baren ontleden. Boten, schepen, platbodem, maar ook zeewaardige schepen. En die dus zijn er door turf verstuurd door richting Amsterdam. Wie zelfs een zeevoorschool daar, hè? Ja, we hebben een zeevoorschool daar. Daar was ook alles van Gijs, hè. Gijs Koers met zijn prachtig museum in de Pekel. Maar dan erdoor. Dus, maar wat trok dat nou aan? Dat trok natuurlijk tal van industrie aan. Dat was toen bootbaanbus en zo'n scheepswerven. Nou, de mooiste Pekel, dus was nooit meer dat Pekela ooit 12, 13 scheepswerven had. Hier ter plekke, in Olle Pekel met name, waar van ook niet. Maar waar komen we nou bij de kantonen? Ja, god, nee, ik ben al lang niet proberen dat wat doen. Sorry, brengen. Scheepsbouw onder andere, wat nog meer? Scheepsbouw, touwslagerij, sigarenfabrieken enzovoort. Maar ik wil nooit de gras voor de fout wegmaken van Severs, van Severs is hoofd van de archiefcommissie. Oh. Ik kan die exact vertellen. Die ons straks hier en hier. Nou, dat is wel leuk, want hij is toch al mijn proberen. Bergen aan Hogezand, Passatmeer en van de Kroon. En ik dan hier, dat is de Jantje, dat was ik. Die moet die oude fabriek maar aan de gang op. Met technische voorzieningen en zo. En die twee oudere jongens, die moet die optimaal. En zo is het begonnen. Ja. Dan heb je het over papiertechnologie, meneer. Het over koten van papier en zulke soort. Nou ja, daar is het onderdeel van, ja. En in de vouwdozenkartonindustrie komt dat veel voor. In de gewone grijskarton, zoals hier mocht worden, dat hebben we dat niet. We hebben allemaal basiskarton, grijs karton is dat, van half papier. En dat wordt dan beplakt met een of andere soort plakpapier, wat wit of grijs of wat dan ook is. En dat wordt voor een deel voor de verpakking gebruikt, verpakking, dozen onder van op. En die werden op een gegeven moment ben die ook met allerlei chemicaliën ben die behandeld. Om dus water vast te maken, dat ze niet in elkaar staan, dat er vis niet lagen en zo. Dus, ja. Maar de belangrijke tip van de productie van karton, dat was hier bij Britannia en ook voor de Kroon en ook bij Scholde. Dat was, en ook bij Burgerman die er later ook bij kwam. Dat was, dat ze dus lijmopdracht walsjes van die machine waar de plakkerij op gebeurde. Ja, daar waren de logos van gepast, want ik zag dat ding allemaal wappen. Ja. En ik heb me nog een bessenpak door en die heb er even onderdrukt. Ik zei, kijk, dat ding maar, ik hou wel. En dat was monsieur Bontemps, die sprak ook nog Frans ook nog. En mooi weer uit die keer. En hij zei, ja man, dat is ook zo. En met die lijm ook, dat was al verschrikkelijk. Dat, die lijm die ze erop smeren, hè, dat is van een bloklijm, die worden geplakt en worden verwarmd. En als nog even is het leeg, goed ze er weer aan en dan gaat die temperatuur die gaat naar beneden. Ja, dus dan gaat het wel. Ik heb mijn thermometer erbij en dan zag je dat die schoon er tussen de 40 en de 70 graden. Dat was eigenlijk gewoon te veel. Ja man! En als je nou 40 hebt, dan wordt die lijn dik. Het komt er veel meer lijn op. Ja, dan gaat de vermetting heel simpel. Dat is nog het heeft papiertechnologie, want dat zegt er nog wel niet meer. Maar wat mooi is dus, erachter komt nou dat wel het in Nederland en door boel niks van Jockey. Het eerste singeltje van de Rodies van Joop Wilsenbos, Harry Rijnberg, Benny Groen en Wieger Kemp te draaien. Zong met Annette Hesterman, Winterwoman. Ach, dat is Vree en Kovas, een strokartonfabriek in Olpekel. En ja, we zitten in een soort, als ik het zo van een afstandje bekijk, ik heb al eerder verteld dat ik in de vakantie werk heb. Kom je een beetje over, word ik nou zie je de bozen zaten. Zo'n hok hoor. Ja, dat noem je zo'n hok bij wat zeg je? Je bent allemaal een beetje boos. Zo'n bozen hok. Zo'n bozen hok in de fabriek, in de schilderij. Ja. Het is een leuk hokje, nou van de weinige vertrek wordt waar nu is. Ja, zo is het maar net. Nou, die gewoon brood met een aantal gasten nou, hokje. Ja, we hebben in elk geval de lekkere appeltoort van Annie. Maar de grootste komt er, wie was toen speciaal mat over. Lekker appeltoort. Annie's Eugels lekkere appeltaart waar iedereen van snaart. Mooi, dat is zo'n verhaal. Wat het ding van daarmee aan de proort, met verschillende Lubiebrood natuurlijk nog verder met Annie's Brans. Nee, dat is even verkeerd. Dirk Smeres, onze papiertechnoloog van vrouw die nogal een beetje actief is, ook hier bij Simenco. Die proort met een huisarts. Zeker om in rust, hij is nogal een beetje actief, 7-7-huizen. En die wil vooral antwoord geven op de vraag. Wanneer is er eigenlijk gesproken van papier? Wanneer ben we er over het eerst met aan lopen? Wanneer was het? Wanneer zag papier het levenslicht, zeg maar zo ongeveer? Ik heb het amper al weg. Ja, hij is helemaal geprepareerd. Maar, zoals gezegd, onze rustige gast is Tenko Velgrim. Hij is voorzitter van SIPCO.
En we geboren in Slochter. Nou, ik denk wel, er komt meer gehoord in het benoemd. 1956 was er in die tijd train. Frank ook. Goudjoor. Goudjoor ook. Opgeruid in Asseun van Stijlmokker. Maar ja, dat was een gegeven moment dat men naar kwam de luchtbaan en dat was dom met die halve wogenwielen en zulks gehad. Franco werd eerst HTS Werkelijkbouw doen en vervolgens ging Jordaans wat doen. Hij had nog wel een piepa in de stijlmokkerij gewerkt, zaken al uit de die een beetje rund. En ging daar op Mars aan zo doen, ik zei het al. Hij ging door de B-verpleegkundige opleiding, oftewel de psychiatrische verpleegkundige in Wattensveld ging gedaan. Toen ging de A-opleiding dan achteraan doen in het Zuidmuseum in Sneek. En ook nog een lerenopleiding willen. Ja. Ja, en ook nog helemaal pedagogiek erachteraan. Geschiedenis. 15 jaar coördinator van de medische dienst Dutch TT. Met over de TT in Azen natuurlijk. Toneelspeler heeft runner gesproken in Azen. Dat is ook wel bijzonder. Dus in Azen en een runner gesproken. Mazzel. En hij is ook nog directeur van het BO de Rensel hier geweest, hier in Winschoten. En ja, of jullie in 2000 verder gingen met de beurt. Zo'n beetje compleet Treinko, of hebben we nog hoofdstuk ding vergeten? Nee, dat is al compleet. Ja, maar, het is niet mooi natuurlijk. Maar vooral nou dus, het is een bestuurder, het mag zeggen een rasbestuurder. In Pekel zeggen ze dan, wat een nooit dus. Wat zit er al in? Pak dat goed, een dingetje. Ik heb in eerste plaats heb ik hier een ding, die is van mijn vader. Mijn pa was zoals zegt, was de stijlmaker. En vroeger, toen hij stijlmokker was, ja, toen had je nog niks van die elektrische apparaten enzovoort, moest je alles meer aandoen. En een van de dingen die hij meer aandeed, dat is dit ding. En hij noemde dat altijd mijn hoepeltje. Mijn? Hoepeltje. Hoepeltje? Ja. Zo zeg dat er nooit uit? Nee, zo zeg dat er ook nooit uit, maar worden verbruikt werd, kan het wel echt een beetje zo zeggen. Want met dit apparaatje mok je ding rond. En een hoepeltje is ook rond. Ja. Dus zodoende kwam hij denk ik op die naam. Maar het is officieel is het een spookschoofje. Een halte spook. Spookschoofje. Een spookschoofje. Schoofje. Want wat deed je met? Kijk, vrouwen moesten dus de ding van de wielen enzovoort. Die moesten rondmokt worden of schopstelen of wat dan ook. Die moesten rondmokt worden. En dat deed je dus allemaal met dit schoofje. Ja, nou, dat met machine. Misschien van mezelf. Ja, nou het is een stukje ijzer zeg maar van 20 centimeter breed. In het midden zit een half klein. Van een scheermesje is voor zeggen. Van een scheermesje zit een klein mesje. En daar gooi je dus half voorzichtig met over het hout in. Je pakt hem met beide handen vast. Je moet hem met beide handen, maar je moet nooit touw trekken. En zo schoof je dus de ding mooi glad. Maar ik vind het ook een heel bijzonder knap. Als je zo'n wogenwiel is, dat is natuurlijk eerst die hoepel. En dan komt door die halten, spoten, die spuiten. Ja. Die komen, en dat altijd zo'n mooi paas is. Dat vind ik zo knap. Ja, maar door aan zijn mal vervrouwen. Het was mal en door werden allemaal die stukken werden dus allemaal uitzocht. Maar ze begonnen altijd van binnen met de aspel. Kraken. En dan kwam dat allemaal in mijn koor. Het ging nooit meer in mijn koor natuurlijk. Hè. Ja, dat hebben twee ambachten in volledig verdwenen. Die stijlmokker en ook die Boeren Smit zoals toen geschreven. Die mensen die konden maar. Nou, dat waren echt vaklui. Die konden maar met de hand. He, als ik mijn paarden wel eens achter de draaibaken zag, dan moest ik een mooie ding maken van kaas of wat dan ook. He, dus alles wat rond was. En dan moest ik dus vaar of vier van die dingen maken. En dan deed je dat allemaal op het oog. Ja, en dan zat er een millimeter verschil in. He. Maar mensen hebben vrouwen van nee. Kijk, ik ben in die tijd groot geworden dat de stijlmokkerij alle inzakte. He, dat smederij die kwam nog wel een beetje weer op gang, omdat luchtbanden allemaal kwamen. He, dus, wij hadden toen in de tijd er handen de binom, we hebben een boomzorgerij de binom. Ja, er moest toch wat brood op de maken. Likkissen. Ja, dat was toen ook nog. Ja. Ja, maar het was een tijdje in bedrijf C. Ja, mijn pa die is toen ik het laatste tijd op de ATS zat en ik had er niet zoveel zin meer aan, toen werd mijn pa weer ziek. Maar ja, er moest wel wat verdiend worden en ik had niet zoveel meer zin aan het schouwen. En en er lag een bultboom bij ons vertoe, die moest gezoogd worden en zo waren er nog wel andere kawaaien. Rome slacht de bos zeker. Rome slacht de bos. Ja. En zo heb ik dus, na vier jaar heb ik het bedrijf een beetje draaien. Ja, ga je spreken van nooit ook hoe je ambitie hebt, maar is dat er gewoon nou? Nee hoor. Ik ben begonnen in Veendam bij de Phoenix, die bestond er nog. Toen ik 10 jaar geleden bij Waakte heb, ben ik wel hier weggekomen. En de vouw dook ik er toen in de street.
Ik kan nog even met Frank zien, ik kan hier naar het bedrijf staan. En zo dan ben ik hier weer naar Pekel terecht. Ja. Jong papierfabriek over de hele wereld en kartoffelfabriek over de hele wereld, samen met jongen eigenlijk wel zeker. Zit er nou verschil in? Ik bedoel, zich een Zweeds papierfabriek draaien ze dan als een papierfabriek in Zuid-Afrika bijvoorbeeld? Ja, in principe nooit. Je kan ook veelal, die grote fabrieken die hebben ook veelal dezelfde leverancier. Ja, de plaatselijke kleine fabriekjes die hebben kleine machientjes, hier bijvoorbeeld in de kartonindustrie, Pekela en omstreken en zo. Die kwamen voor een belangrijk deel van Hoyer. Ja, nou, we op papier en door een karton duizend kiepen bijvoorbeeld. Nou, jawel hoor, die zit hier te zien best wel. Ik ben, kijk hier bijvoorbeeld Cyborg Fortkamp, ja, de kwaliteit van zijn opkeer. Ja, toen ik nog aan het werk was, voor je alleen, toen komt dat kom wel wat saai, ja. Ja. Maar we hebben hier ook verschillen in fabriek, maar je bijvoorbeeld ook met moet dat we in Vauxhall bieden. Nou, dat is iets bij de Koninklijke Scholtens, W.A. Scholtens, Vauxhall en bij AVB, deze waarden. Ja. Met zetmeel, deze ook van alles met papier en zo. Ja. En wie doet er meer op dingen eigenlijk, neem ik aan? Ja, dat kwam weer regelmatig, want als we dus weer chemicaliën, chemische stoffen die in de papierindustrie gebruikt worden, dan gingen we daar achteraan en dan liepen we proeven doen en zo. En ook bij KSA en ook bij AVB. Tenminste, bij KSA kwam je er wat makkelijker in. Die waren wat commerciëler. Die zeiden, nou, als jullie problemen hebben, moet je maar komen. Dan zullen we er even bij jullie uitzoeken. Ja. En dan proeven doen en zo. En het was, dat was al een hele goede samenwerking. Maar die AVB wat minder? Nou, die probeerden er ook wel, maar die hadden nog die fermentieten voor nodig om erover door te denken als ze van wat betaald. En op een gegeven moment waren ze zover. En, die moesten in de handel natuurlijk ook met. Hè. De handel was anders, waar het ook wat handel is. Maar dan ging ze een beetje onder de vries of zo'n procent en dan hadden ze door. Ja, dat is over chemicaliën. Wat was de functie van die chemicaliën in die papieren kartonindustrie? Nou, verschillende, maar die de AVB en zo, en de Scholten ook, die maken hoofdzakelijk dingen die de naststerkte verbeteren. En de ontwatering wat beter ging maken op een zeef en zo. Pensioneerd huisarts, maar hij komt nog regelmatig in actie. Ik moet vier waar ik inmiddels. Vanochtend nog weer leuk, hè? Ja. Vanochtend nog weer op uit? Ja, komende nacht weer op uit. Allemaal mensen die griep hebben en zo. Nee, en s'nachts is er meestal toch wel wat anders aan de hand. Ja, dat ja, is het geval. Nou ja, wanneer roep je s'nachts een dokter, dan moet er toch echt wel wat wezen. Tenminste, daar gaan we wel van uit. Ja. En dat is ook het mooie van s'nachts werken. Want ja, s'nachts dan is het geen massaproductie, hè? Ik heb 30 jaar spreekuur gedaan en dan, als je op een gegeven moment ergens mee bezig was, was er altijd weer wat stond te wachten, ja. Wat ook moest gebeuren. Ja, door een splinter in de vinger moest je nog bevallen. En in de wachtkamer zat er alleen te mobben dat hij nog weer wat anders had. Ja. Dus, en s'nachts gaat dat allemaal. Ja, het zijn vaak wat grotere problemen, maar je hebt ruim de tijd om het op te lossen en dat is wel plezierig. Maar had ook niet missen en s'nachts bij die uur? Ik rij s'nachts op zo'n autootje, van de dokters. Oh, ja, precies. Ja. Door Oost-Groningen. Chauffeur de mut, ja, dat geeft ook een beetje een goed gevoel. Dat is meestal hartstikke gezellig, hoor. Ja. Maar doet hij dat nou? Wat bedoel, wat nou echt het ernstige geval? Ja, nou ja, die had je. Ja, goed, toen ik 30 jaar geleden begon, had je dat natuurlijk ook. Hè? Dat kan er allemaal bij. Yeah. Maar het mooie is nu, meestal als er 's nachts problemen zijn, dan zijn het meestal grote problemen waar je ruim de tijd voor hebt om die mensen te sturen. Oh, dat is een ongelooflijk onverwachte vraag, zeg. Daar was ik me niet op voor. Nee, het hele verhaal begint 34 miljoen jaar geleden. Ja. Toen was het helemaal stil. Ja, dat was nooit in de pekel. Toen was het even, nee, dat was nooit in de pekel. Nee, ze hebben, archeologen hebben skeletten ontdekt of fossielen ontdekt van wespen. En het blijkt dat de evolutie van die wespen eigenlijk de afgelopen miljoenen jaren absoluut stil heeft gestaan. Die beesten, die zijn dezelfde wespen die wij nu om ons heen hebben, waren 34 miljoen jaar geleden precies dezelfde. En wat doen wespen nou? Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt. Wespennest. Ja, nou, wespennest maken ze, maar dat maken ze dus van hout. Ze gaan aan hout knagen en dan, net als vroeger pruimtebak, dan wordt dat een tijd lang in de mond, wordt dat heen en weer gevoeld. En dan heb je een soort waterpulpje. En daar maken ze hun nest van. En dat, in feite is dat een soort karton. Dus je hebt in Nederland en overal heb je allerlei mensen die de uitvinding claimen. Maar de wespen is uiteindelijk de grote winnaar. En met meters voorsprong dus. Ja. Chinezen die hebben dat een beetje bekeken, hoe die wespen dat deden. En die zijn er eigenlijk mee begonnen. Die maakten papier van moerbeibarst, van bamboe en van dode zijderupsen. En daar maakten ze een papje van, een beetje water erbij. En daar maakten ze papier van. En dat kunstje, dat is uiteindelijk richting Europa is dat gekomen. Doordat die Chinezen, er zijn...
toen hier Bonifatius werd vermoord zo'n beetje, zo 754, toen hadden ze daar hadden ze ook bonje. En toen zijn er een stuk of wat van die Chinese papiermakers die zijn gevangen genomen door Arabieren. En die zijn meegenomen naar de Arabische wereld en die hebben daar dus het kunstje toegepast. En die Arabieren die hebben dat papier toen geëxporteerd naar Europa. En zo is uiteindelijk het verhaaltje is hier gekomen. En nou ja, dat is van Zuid-Europa, is dat dus naar het noorden is dat toegegaan. En wat Pekel betreft, dan praten we natuurlijk over industriële kartonproductie. En daar is nog een meneer die een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Ik weet niet of ik dat nog even mag vertellen. Ja, vooruit. Wat we tegenwoordig een nerd noemen, dat was Nicolas Louis Robert uit Frankrijk. Dat was een man die werkte op een fabriek waar op dat moment dringend behoefte was aan veel papier. En de papiermakers daar, dat was een gilde en die zeiden van 's morgens 8 tot 's avonds 5 en verder wordt er niks gemaakt. En die vent die ergerde zich daar groen en blauw aan en die heeft toen een machine ontworpen met een langzeef. Dirk weet wel wat een langzeef is, die kan dat precies vertellen, denk ik. Dat is een eindloze zeef. Sommige antwoorden zijn heel simpel. Dankjewel. Hij weet dat een lange zeef die eindloos is en dan zit hij ergens in de leg. Aan de ene kant gooi je daar een laag vezel met water op. En dan gaat ze over zuigbakken en dat water wordt uitgezogen en nog een paar andere dingetjes. En aan het eind daarvan dan kun je het al een beetje aanpakken. Dan is het een vel geworden. Dat is wat in het groot de bonen worden in zo'n ja, de bonen. Ja. Maar wat voorheen aan de bonen, dat moet ik bak op die zeef vroeger. En dan zat dan een stuk rubbel lag erop. En wat vanaf dat die nou hier een pekel? Nee. De oosterflotsen. Maar ik hoor dat hij er zo'n papieren ziet van de huidige branche over een Hollander probleem. Wat is dat dan? Ja, dat is een ding die je gebruikt voor de pulp, maar voor het maken van pulp. En in de papier, in de pulpwereld in Zweden, waar we het net over hadden, daar wordt er ook gebruikt om te malen. En ook hier in de stroomkarton werden ze ook gebruikt om die kookprocedé, dat in de koken plaatsvindt, verder te malen. Dus die vezels is wel naar elkaar gevreven en zo. Ja. Maar er heeft ook nog een cola aan die daarvoor stond. Dat zijn wel heel veel schrijven, die liggen bij jullie in Straatmeer ook overal. Ja, en dan is er ook nog speciaal nog. En dan komt Maarten eraan en die drukt op een knopje en dan kerst die dat water wat er aan zit, pest die eruit. En dan peuteren ze die filter er weer af en dan is het al dan kun je het al dragen. Dan is er al, dat zit er al ongeveer de half van 50% vocht in. Want dat is het maximum waar je eruit kunt persen. Daarbij hebben we een soort persen en stoomperser bij aangezet. En dus, nou hebben ze dus bij een wasserij, een wasserij waar je kleren wast, dan heb je stoomstrijkijzers of wat is, maar er zit elektriciteit is dat. Dat zit, ja, stoom misschien ook wel. Maar dat zit, dan leg je dan zo vel op, dan span je er een ding overheen, en dan komt er filter overheen, weer droog, en dan leg je een stuk wat van die dingen op een ruitje, dan zet je een knopje om en dan wordt er elektrisch verwarmd. En dan na enige tijd dan komt het eruit met een vocht. Tadaa! Van achteren vocht komt er dan uit. En dat moet je in de handel brengen. Maar nou is het er inmiddels ook? Ja, Martin en ik doen dat samen op allerlei manifestaties. En dat is wel leuk. Maar het leuke is, dit zijn niet zozeer die persen, dat komt niet uit de wasserij, maar vroeger had je net de huishoudens en dan werd de hoek die werd geperst. Ook in Peter? Ja, ook in Peter. Ja. Maar ze zijn op marktplaats, want die dingen die zijn op marktplaats dicht te krijgen. Dat is geen knip meer voor de neus en weer. Dat is gewoon een gezin. Mooi. Ja. En nou, die gebruiken we dus om mensen gelijk een droog velletje papier mee te geven. Dat is, want anders moet je twee dagen wachten tot dat papiertje droog wordt. Dat is natuurlijk niks waar. Nog eens wat tegenstelletje. Nog eens weer een ongewachte droog. Hoe kan papier in pekel? Nou,
Ik dacht dat ik nooit vader zou. Nee, je hebt in Pekela, ik geloof dat Andries dat al wel gezegd heeft. Je hebt 3 perioden gehad. Hè? Je hebt de turf gehad, daarna heb je de scheepsbouw gehad. En toen dat een beetje ging verlopen, toen had je eigenlijk in Pekela had je dus een goede infrastructuur wat water betreft. Je had geld, want de scheepsbouwers die konden investeren. Je had arbeidskrachten te over. En je had de turf die nog aanwezig was. En vanuit Duitsland kwam eigenlijk de kennis dat je dus karton kon maken van stro. Tot dan toe was er natuurlijk op het Hoogland stro zat geweest. Maar er was gewoon, men wist gewoon niet hoe men al dat stro eigenlijk te gelden moest maken. En dit was een gouden kans. En omdat Pekela eigenlijk al die factoren bij elkaar had, is dat hier een enorme booming business geweest. Zo tussen. Ja, vanuit Duitsland kwam het. Hè? Elzo Vree, dat is de man die hier denk ik zeker genoemd moet worden. Dat was een werktuigbouwkundige met ook een goed ondernemersinzicht. Die is begonnen bij de A-stroom. Dat was de allereerste kartonfabriek die hier in Pekela heeft gedraaid. Op het gebied waar nu ongeveer de jachthaven is. En het viel op dat deze man een goede kwaliteit had wat betreft die kartonfabrikage. En die heeft dus nog geholpen een aantal andere kartonfabrieken hier ook op te zetten. Ik weet niet precies het aantal hoor wat hier gedraaid heeft, maar het heeft er uiteindelijk toe geleid dat op een gegeven moment strookarton, dat kwam uit Pekel. En Engeland kreeg strookarton uit Pekel. Vandaar ook de namen hè, van sommige van die fabrieken, Albion, Britannia, ja. daar komt dat natuurlijk allemaal komt dat een beetje vandaan. En waarom het in Pekela uiteindelijk kans van slagen had, dat heeft eigenlijk te maken met de stoomkracht die kwam. Het eerste papier wat in Nederland werd gemaakt, dat werd met windmolens werd dat gemaakt, Dordrecht en op de Veluwe en dergelijke. Maar hier kon men dus fabrieken aan de gang krijgen met turfstoken, stoommachines, waar je de hele fabriek mee kon aandrijven. En dat heeft dus gemaakt dat het hier een geweldig succes is geworden. En dan is het verhaal weer rond, Alkie. Dan ben ik weer terug met die stoommachine hier, voor in de fabriek, wat allemaal begonnen is. Straks hier gewoon draaien. Ik wil tanken bij die geven erover een andere ding. Af en dat ook nog een rol van zichzelf en wil huren in de zin. Is succes. Ja, hoe ging die verrol nou? Oh, van alles en nog wat. En dit is een verroltje, daar heet Bizonkit. Dat is naar de grunders, geloof ik. Maar dat komt wel gauw van pas op, want natuurlijk toch staat de teller lekker. Een kleine uitvoering van Marijke Ravens, het beeldje dat in Winschoot weer komt te staan. En die was dat al weer gingen. Nou ja, ik ben eerlijk bekend net bijzonder, ik moet erom lachen, want dat ding is natuurlijk groot in brons. En ik ken ook wat kleine afgietsels ervan. En dit is een, dacht ik, een afgietsel ervan, maar dit is van klei. En ik kan weer met een bak. Ja, zijn we gewoon eens dan van naald? Ik heb hem van naald, ja. Bizonkit. Wat is de weerde van dit kunstwerk? Wist je wel verzekerd, Buber? Ja, ik ben wel verzekerd. Oh, hebben we het nog wel even over. Oké. Bizonkit. Als er in Oezo noodteken of was er nog afdreugd worden moet, dan kent de stevast van op aan dat er altijd belangrijke bier is die er nuttig heeft naar de wc moet. Mijn broer, Joren wat ouder dan ik, was ook zo weinig. En altijd was ik naar het eten de pineut om of te wassen of af te drukken. Het eten was nog niet doen of hij vloog er een scheet naar de wc en had net zo lang waken tot de was kloor was. Volk zat ik ook op sprong, maar ja, hij was even ouder en even staker dan ik. En bij de wc-deur kreeg ik dan altijd weer een flinke opdrukker en ja hoor, ik kon weer naar de keuken om of te wassen of af te drukken. Jarenlang ging dat zo duur. Want ja, hij bleef hem ouder en hem staker als ik. Totdat ik zo'n tubeliem in het loer kreeg en besefte waar ik door me dan kon. Een dag wat later dat we sukkeloorpudding kregen, waar ik niet gek op ben, maar mijn broer des te meer. En dat hij maar al te geer in de puddingschool uitlikken wil. En dat net een wat langer waak had als ik met eten, door lag mijn kans. Zo gauw ik mijn bord leeg had, kreeg ik kramp in het lief. En ik kreeg permissie dat ik naar de wc mocht, nog voordat het eten echt overlopen was. Geholpen met die tube Bizonkit en bus, ik wc-deur op slot en dan het waak. En dan heb ik de wc-bril in vakkundig, nijten op voorhand, flink insmeerd met die superplakkende lim. Terwijl ik door met down de was, stond mijn broer al te rood maar aan de kaart van de deur dat ik opschuit moest. Mooi, dacht ik. Nou ga ik met plezier afwassen of afdrukken. Ik de wc-deur open en ja hoor, hij stond al te drinken. Ik troet.
Maar voordat mijn broer de kans kreeg naar binnen te stappen, greep mijn vader om mijn nekvel en zei: nou ik eens, laat toch de pudding maar voordat ik dat zeggen kon, was dat te laat. Pa zat op de wc en had niks deuren. Maar dat waren wel gewoon dat het te laat was. Mensen, wat een kostennoodzicht, ik zou je het vinger maar onthouden. Maar dokter moest er nog aan te pas komen. Hij had closetbril van pot monteerd. En zo met bril en gatkleed, boksen op enkels, deken de moek om hem touw slogen, het hij hem meer leek dan zitten op cyclestap bracht in stad. Door hem ze zelfs de bevestigde nog bijhoofd. Dezelfde dag is mijn vader weer toeskomen. Als je hem lopen zag, het was net of het de boksen vol had. Maar dat we mij zag, was het op meer touw in stoort als daar een zelf dacht had, in het einde van het lijtje was dat ik net als om nooit fatsoenlijk bij tovel zitten kon. Twee dagen hebben die beide op knijden bij tovel zitten teken. Noor die tijd werd het afwassen en drukken bij ons toes eerlijks verdald. En noor teken heeft mijn broer nooit meer als eerste naar de wc. Nee, zei je, god doe maar eerst. Maandlang heb ik geen buutsgeld gehad. Dat geld was bestemd voor een nieuwe wc-bril, want de olie was achterbleven met zijn. En nou, jaren later kreeg ik nog liefst zeer van klagen als ik het woord bisonkit maar heur, lees of zo'n type van dat spul zei. Maar toegliks vuil ik weer de blauwe plekken van de slogen die ik op mijn gat had heb. Maar één ding heb ik er wel aan overhouden. Als ik nou naar een wc ga, kijk ik eerst altijd even of de bril wel schoon is. Ja, mooi. Ja, mooi. Op de Belgen, wat was die vuurzaam, die was dan nog een bisonkip. Die woorden is van het seconden nemen, zo. Dat was nog veel slimmer geweest, dus dat doe ik daar stil. Blijven we er nog met. Ja, dan hebben we een vroeg. Nu is allerlei spul in de rugzak gestopt, dus toen met, neem zoals als een dag wat dus nu geweest. Maar wanneer kwam het voor het leerseur, dat is natuurlijk ook echt, het is nu het morst, dat is alles die tegen zijn. Nou, ik heb mijn hoofd niet heugen dat het mij tegen zat. Als ik mij een keer tegen zit. En dan pak ik potlood en papier en dan schrijf ik mijn gedachten op. Gaan we verrol? En of een verroltje of een gedichtje of wat dan ook. Of ik heb hem ook nog een grote toene en dan ga ik hem renoveren en toene. En zo de koppeling. Wat zou ik hebben? Ik ben ook met Alex Noor, de voedselbank in stad, bij Wolfert Molenhuis. Dan is de beurt aan de sport. Zoals ben mooi zin ervan. En we gaan nog een pekel deur. Douwe. Op bijna het mooiste plekje van Rijn, zeg ik altijd. Zo is maar net. Dankzij de buster. Mooi ja. Van Helmo. Mooi. Zelf een zeer reprise. Ik hoop jullie met een joren zo uit de wal weer. Maar verder dank. Heb jullie nog een rijd met een steren hier weer een keer. Ja? Zeg bedankt. Proost. Ik ook. Proost hè? Allee. Is het nog niet? Oh, is alleen. Hij is lekker. Mag ik je meenemen? Dankjewel.